ongeloof en verslagenheid in Puifluk. Stichting Samen voor Oekraïne rijdt maandelijks vanuit het Drutense dorpje richting het oorlogsgebied om spullen te leveren aan de inwoners van Oekraïne. Afgelopen nacht schrok voorzitter Maurits ineens wakker van een knal. Het busje waarmee ze morgen richting het oorlogsgebied zouden rijden stond in lichte laaien. Maandelijks rijdt Stichting Samen voor Oekraïne naar het oorlogsgebied toe om spullen te leveren aan de getroffen inwoners. Maar vannacht gebeurde het ondenkbare. Hun busje is volledig afgebrand. Wij werden vannacht om 4 uur wakker van een knal. Nou, vermoedelijk de accu die in het motorblok zeg maar, zit, die door de warmte ontploft is. Het vermoeden is dat iets daarvoor, een kwartier, 20 minuten daarvoor, de auto al in brand is gevlogen, in brand is gestoken. Dat wordt nog onderzocht. Dit is ons middel om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen, naar mensen die het heel hard nodig hebben. En dat is helaas niet meer mogelijk. De stichting heeft de bus in september gekocht als vervanger van het vorige onbetrouwbare busje. De stichting heeft geen geld voor een nieuw exemplaar en hoopt met een crowdfundingsactie genoeg geld op te halen om alle kosten te dekken. Maar het transport naar Oekraïne ligt voorlopig stil. Dat heeft voor ons als gevolg dat wij geen goederen meer kunnen ophalen, waar we allerlei afspraken voor gepland hadden staan, dat wij geen transporten meer naar Oekraïne kunnen rijden totdat wij een andere bus hebben. En dat ons magazijn, die al behoorlijk vol staat, gewoon dicht slipt. We hebben nu gelukkig kunnen regelen dat er morgen ad hoc een vrachtwagen komt die 33 pallets gaat meenemen. Maar ja, dat is maar een druppel op de gloeiende plaat, want er is nog genoeg voor 4 andere vrachtwagens en dat plannen we iedere maand, dus dat we iedere maand een rit maken. Voorlopig moeten Maurits en alle vrijwilligers bij de stichting hard aan de slag om alles weer op orde te krijgen. Ja, weet je, je bent zo 2 maanden verder en wij kunnen niet 2 maanden wachten en de opslag tot aan de dak toe volzetten en de mensen daar maar laten wachten. 400 gezinnen per week worden daar ondersteund door de spullen die wij brengen. Ja, dat kan niet, dat kan gewoon niet. En dat, ja, daar slaap je slecht van, daar slaap je echt heel slecht van. Ik kan er nog steeds niet naar kijken zonder de beelden van de tanks, uitgebrande tanks in Oekraïne terug te zien. Dat ik denk, dit kan gewoon niet jongens. Dit gebeurt niet in Nederland, maar blijkbaar wel.